merk bij de jongeren die ik gehoord heb dat ze zeer blij zijn dat ze een mening mochten geven, dat er interesse is vanuit de kerk naar wat er bij hen leeft. En ik merk dat ze heel hard hopen dat daar ook in de toekomst iets mee gedaan zal worden. Oké, ik denk dat we al zeer goede ideeën hebben. We hebben heel wat antwoorden gekregen van jongeren en daaruit leren we dat veel jongeren op zoek zijn. Dat ze het in onze wereld niet zo gemakkelijk hebben om inderdaad God op het spoor te komen, maar dat ze, wanneer ze dit wel reeds ervaren hebben, ook verlangen om daarin begeleid te worden, om daarin eigenlijk stappen vooruit te zetten. Ja, ik heb een heel mooie ervaring met jongeren die eigenlijk niet zoveel banden hadden met de christelijke gemeenschap en die onderweg waren naar de Mont Saint-Michel en daar spraken over hun leven, wat ze allemaal hadden meegemaakt. En dan was er één iemand die sprak vanuit zijn eigen geloof. En dat maakte het gesprek zo rijk voor iedereen. Als jongeren in een context terechtkomen waar iemand iets over het geloof kan delen, gaan de anderen soms ook heel snel mee. Als je naar bijvoorbeeld de zee gaat, dan merk je een evolutie doorheen de week. Als je toekomt op zondagavond of maandagmorgen, dan merk je dat jongeren een beetje vreemd vinden dat er een stilte is van 10 minuten dat er repetitief gezongen wordt. En je merkt doorheen de loop van de week dat zij thuiskomen in dat verhaal van liturgie, dat zij ervaren dat dat iets moois kan zijn, dat ze zelf tot rust komen en zelf tot gebed zelfs kunnen komen. Jongeren beleven dit op verschillende plekken in hun leven. Het is belangrijk dat we in zaken jongerenpastoraal breed gaan. Er is de scholen, er is de jeugdbeweging. Maar op sommige ogenblikken zouden ze ook in de diepte willen gaan. Dat kan in een jeugdbeweging. Dat kan ook soms in een klasverband. Maar daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden voor mensen die dit zoeken en die belangrijk zijn, waarbij ze ook echt kunnen groeien doordat ze onderling echt rond geloofsvragen en ook rond wat is gelovig zijn voor mij kunnen samen. Het is belangrijk dat jongerenpastoraal contexten biedt waardoor jongeren de weg van het geloof leren ontdekken als eigenlijk een dichtbije weg. De bedoeling is ook dat er een samenkomst is onder jongeren ter voorbereiding van de synode en daarnaast ook dat de bisschoppen uit de wereldkerk en de genodigden iets aan elkaar zouden kunnen leren op vlak van geloof en jongerenpastoraal.